Er gaat heel veel veranderen en er gaan heel veel nieuwe dingen komen. OG Fortnite 2.0. En in deze video gaan we het onder andere daarover hebben. Ja, gisteren heeft Epic Games een grote presentatie gegeven over Unreal Engine. En daar hebben ze het onder andere gehad over Unreal Editor voor Fortnite, dus Creative 2.0. En over heel veel andere dingen die in de toekomst gaan komen van Fortnite. En over dingen die nu al in de game zitten. Dus laten we meteen beginnen met het eerste ding. En dat is namelijk, dat zijn eigenlijk statistieken die ze naar buiten hebben gebracht. Want Unreal Editor van Fortnite, die zit er nou al een tijdje in. En sinds het begin dat het is gekomen en nu zijn er 80.000 games gemaakt. Waarvan wij, van te veel gevraagd, er maar liefst 9 hebben gemaakt. We hebben op dit moment 9 speelbare mappen. Dat zijn deze mappen. Ga ze even spelen. Ze zijn superleuk. 1 voor 1 zijn ze echt leuk om eventjes te proberen. Dus check onze mappen even en er gaan er nog veel meer komen. Maar goed, we gaan het daar niet over hebben. Er zijn in ieder geval 80.000 games uitgekomen. Ja, dat zijn er echt heel erg veel. Meer dan 80.000 games zelfs. En er zijn 100 miljoen plus spelers die deze mappen hebben gespeeld. 100 miljoen spelers. Dat is echt heel erg veel. En als we het dan gaan hebben over geld. Epic Games heeft namelijk $320 miljoen uitgegeven of betaald aan creators. Dus mensen die waarschijnlijk ook een creator code hebben. En dus mappenmakers. Want die krijgen ook geld betaald voor hun mappen. Gaan we door naar het volgende. Dat is een nieuw ding wat gaat komen. Namelijk Fortnite X Fall Guys. Ja, dit is aangekondigd voor in mei. In mei gaat het komen. Waarschijnlijk dus in het volgende seizoen. Is volgende seizoen in mei? Volgens mij wel. Hé, dat is een woordspeling. Dat was niet de bedoeling. Maar goed. Dat is dus heel erg nice dat we dus Fortnite X Fall Guys gaan krijgen. En wat ook vet is, is dat we straks met de Unreal Editor van Fortnite echt zelf Fall Guys mappen kunnen gaan maken. Dus ik ga zo snel mogelijk die mappen maken voor jullie. Of wij gaan zo snel mogelijk die mappen voor jullie maken. Zodra het kan. Mij lijkt het heel erg leuk om Fall Guys in Fortnite te spelen. Dan nog eventjes een kleine update. Dat is namelijk de Discovery tab. Zoals je hem hier ziet. Dit is de nieuwe Discovery tab die binnenkort gaat komen. En één ding wat opvalt is dat we straks creators kunnen gaan volgen. En kunnen zien dat ze online zijn. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat uiteindelijk er echt uit gaat zien. Of je straks te veel vraagt echt kan volgen. En een beetje kan zien wanneer ze spelen en dat soort dingen. Ik vind het wel heel erg nice dat ze er een soort van social platform van maken. Dat hele Fortnite. Fortnite is veel groter dan een game de laatste tijd. Gaan we door naar het volgende. En dat is ook wel een bijzonder nieuwtje. Fortnite wordt namelijk op dit moment, of ieder seizoen van Fortnite, wordt op dit moment geproduceerd in Unreal Engine. Dat is het achterliggende systeem van Fortnite. Maar Epic Games heeft aangekondigd dat ze vanaf 2025 Fortnite niet gaan maken in Unreal Engine, maar in Unreal Editor van Fortnite. Dus niet, dus eigenlijk een simpelere versie die wij dus zelf ook kunnen gebruiken. Dus ja, ik weet niet wat we hier precies aan hebben. Waarschijnlijk gaan we er niet zoveel van merken. Maar het is wel een interessant nieuwtje dat zij ook echt in hun eigen systeem gaan werken. Trouwens, Unreal Engine is ook van hun, maar dat even terzijde. Gaan we door naar het volgende. Dat is namelijk dat First Person Fortnite dit jaar nog gaat komen. Dit is aangekondigd. In wat voor vorm dit gaat zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Of we van Epic Games zelf een Battle Royale krijgen in First Person. Of dat we dat slechts gewoon zelf kunnen gebruiken in onze Creative Maps. Over Creative gesproken, of Unreal Engine moet ik eigenlijk zeggen. Lego is nu in Unreal Engine, of Unreal Editor van Fortnite. Dus UEFN. Je kan dat dus nu gebruiken in je mappen. En dan kunnen ze dus ook mappen nu al online staan. Waarin je dus met je Lego karakter dingen kan doen. Eén ding is wel eventjes voor dus de creative mensen die Creative Maps maken. Je moet 15% van je inkomsten inleveren. Aan Lego. Lego die wil gewoon een gedeelte van je geld hebben. Wat enigszins logisch is, want ja, je gebruikt Lego, hun product, in jouw mappen waar je geld mee kan verdienen. Gaan we door naar het volgende. En dat is namelijk Fortnite X Ninjago komt eraan. Dit is er nog niet, maar gaat er binnenkort wel aankomen. Wat er nu wel is, dat zijn deze 3 mappen. Prop Hunt, Battle Arena en Cat Island Adventure. Dat zijn alle 3 Lego mappen die door Lego zelf zijn gepubliceerd. Dan nog een heel erg groot nieuwtje. Ja, het is best wel een grote video dit qua nieuws. Namelijk de Epic Games Store gaat eind dit jaar naar iOS en naar Android komen. Nou, voor de mensen die onder een rots geleefd hebben. Je kan eigenlijk sinds seizoen 8 volgens mij, of seizoen 9 chapter 1, dus dat is al 3 jaar geleden of zo, kan je geen Fortnite meer spelen op je iOS. Op Android kan dat wel,
maar niet op iOS. En dat is best wel een vervelend ding, maar ze hebben dus nu aangekondigd dat het op zowel iOS als Android, op Android kon je het volgens mij al een soort van spelen, maar daar komt dus straks de Epic Games Store op en dan kan je dus gewoon weer Fortnite spelen. Je kan ook gewoon via je telefoon dan ook dingen kopen. Als je dat doet, gebruik Sporter Credit Code, veel gevraagd. Wel een kleine kanttekening, als je buiten Europa bent, kan het zijn dat het niet op iOS gaat komen, want het is een Europese wetgeving die ervoor zorgt dat Apple dit moet doen. Dus dit moet toestaan. Want eerst wilde Apple niet dat Epic Games hun eigen store op hun platform zetten. Maar dit gaat dus toch komen. Gaan we door naar het volgende. En dit is wel ook wel een leuk nieuwtje. Weer over Creative, oftewel Unreal Editor van Fortnite. Namelijk Rocket Racing zit nu in UEFN. Je kan dus nu je eigen tracks gaan maken. Je kan dus nu zelf rondrijden in de... Of jezelf rondrijden in je eigen mappen. Dat is wat ik wilde zeggen. En dit is gewoon leuk. Leuk toegevoegd. Ik ga daar niet veel woorden aan vuil maken. En dan gaan we door naar het laatste ding. En datgene waar jullie waarschijnlijk op hebben gewacht. Namelijk Fortnite OG 2.0. Gewoon OG Fortnite 2. Zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, wat is nou de status van deze game? Nou, ik ga een paar dingen vertellen. Dit is niet per se allemaal nieuwe informatie, maar ik wil het wel even allemaal opsommen, want er zijn de afgelopen maanden gewoon wat dingen naar buiten gekomen. Het eerste ding wat ik even wilde vermelden is dat OG Fortnite 2.0 waarschijnlijk gemaakt gaat worden in UEFN, dus waar we het net al de hele tijd over hebben, Unreal Editor van Fortnite. Want dat kunnen we herleiden uit het feit dat ze hebben gezegd dat seizoenen ook daarin gemaakt gaan worden, dus in 2025. En misschien wordt dit dan wel het eerste seizoen, want voor de mensen die het niet weten, OG Fortnite 2.0 of OG Fortnite 2, hoe je het ook wil noemen, dat gaat dit jaar nog komen. Dus het lijkt mij heel logisch dat ze dan dit als soort van eerste project gaan releasen als een Unreal Engine, Fortnite Unreal Engine, hoe je het ook wil noemen, dat dit het soort eerste project daarvan is. Maar ja, één ding is zeker, we gaan het dit jaar krijgen. Dat hebben ze gezegd, tenzij ze moeten gaan delayen of zo, maar daar is op dit moment nog geen aanwijzing voor. Dus ga er maar vanuit dat we dit jaar OG Fortnite 2 gaan krijgen. Maar wanneer gaat dat dan precies zijn? Nou, daar kan ik alleen maar raden. Dat zal waarschijnlijk richting de winter zijn. Want dat is de periode waar gewoon kortweg de meeste mensen Fortnite spelen. Rond kerst is het altijd het drukst. Dus het zou logisch zijn als ze rond kerst, of eigenlijk een stukje voor kerst, laten we zeggen midden november, dat ze dan OG Fortnite 2 gaan releasen. Eén ding wat ze ook hebben bevestigd over OG Fortnite, niet al te lang geleden, is dat het een andere soort OG Fortnite gaat worden als het vorige OG Fortnite, wat we afgelopen jaar hebben gekregen, dus het einde van vorig jaar. Dus het gaat niet exact hetzelfde worden. En wat ook vrij zeker is, is dat deze OG Fortnite game mode permanent in de game blijft. Dus die gaat niet weg na een tijdje. Dit gaat echt een aparte game worden naast hetgene wat we nu al hebben, de Zero Build en Mad Build en al dat soort dingen. Dus ik ben heel erg hyped. Ik hoop jullie ook. Als je hyped bent, drop een like, abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!